Hoi en welkom bij Fotoclub. Mijn naam is Els Ruiters en voor Fotoclub verzorg ik instructiefilmpjes over Photoshop. Ik werk met een Engelstalige Photoshop CS6 en Lightroom 5 op een Mac. Deze keer leg ik je uit hoe je een watermerk kunt maken. Met een watermerk kun je naamsbekendheid en herkenbaarheid aan je foto toevoegen en in zekere mate ook beschermen tegen onterecht gebruik. Zeker op social media zoals Facebook, dat jouw foto's mag gebruiken, kan het slim zijn om je foto's te voorzien van een goed watermerk. Dit is een veelgebruikte manier. De naam van de fotograaf staat onder in de hoek. Het is keurig, maar in een WIP verwijderd. Een beter voorbeeld van een lastiger te verwijderen watermerk is dit. En in dit filmpje laat ik zien hoe je zelf zo'n watermerk kunt maken en hoe je dat overal snel en gemakkelijk kunt toepassen. Op deze foto ga ik het watermerk plaatsen. Ik zorg dat mijn laagpalet is geopend, zichtbaar is. En als je dat niet kunt zien of je vindt het niet, dan kijk even onder Windows en activeer het. Hier staan ook andere paletten. Ik kies het teksttool. En ik stel hier de grootte in. Ik heb het font Rockwell MT. Dit is de regular. En het is 120 punten, gecentreerd. Ik typ mijn verhaaltje, laat ik zeggen, watermerk. Oh, deze mag al wat groter, al heel erg klein. Ik maak deze nog vet. En van het C'tje maak ik een superscript tekentje. Dat doe ik via het karakterpalet. Zo. Dat is op zich prima. Nu heb je net gezien in deze versie dat de tekst zichtbaar is, leesbaar is en toch dat je alles er doorheen kunt zien. Nou, dat wil ik hier uiteindelijk ook bereiken. Om dat te doen ga ik eerst een effect aan deze laag toekennen. Daartoe ga ik naar de lagen. Ik zorg dat de juiste laag is geselecteerd. En ik kies dit icoontje, Effects. Ik klik op Bevel en Emboss. En je ziet het al, er ontstaat hier een heel dun laagje omheen, een heel dun randje. Als je de preview aanzet, dan zie je ook wat er gebeurt. Ik kies voor de chisel hard techniek. Een chisel is een bijtel. En ik maak de afmeting hiervan iets groter. Je ziet het effect. Kijk, als je het heel sterk vergroot of verkleint, is het duidelijk te zien. En een beetje meer of minder diepte, net wat ik mooi vind. Ik maak het zwart iets minder donker. Schuif flink met de schuifjes, dan zie je ook goed wat er gebeurt. Zo ongeveer. Dat is wel prima. Ik kijk nog even bij de contour. Die vind ik wel op 100 mogen komen te staan. En nou, nu ben ik al een heel eind. Maar nu wil ik nog dat het watermerk transparant wordt. En daarvoor ga ik naar de blending options. Als ik hier de blendmode op 0 zou zetten, dan verdwijnt alles. Maar let op, als ik de vulling terugbreng naar 0, dan blijft het effect bestaan, maar de vulling verdwijnt. Ik kan nu nog even terug naar Bevel en Emboss en dan kan ik nog een beetje schuiven met hoe ik het wil hebben. Of het zo naar mijn zin is, of dit misschien toch nog weer wat donkerder moet. Net zolang ik denk, nou, nu ben ik tevreden. En nu zou je bijna op oké drukken, maar dat doe ik nog niet. Ik klik op nieuw stijl, want ik wil deze stijl, deze kenmerken van de effecten, wil ik bewaren, zodat ik die later opnieuw kan toepassen. Als deze hokjes niet aangevinkt zijn, zet je ze beide aan en je geeft het een naam. En dan noem je dan watermerk. Ik zet er even een 3 achter, want ik heb al een keer een watermerk gemaakt. En dan zeg ik oké. Nu kan ik op oké klikken. Ik blijf staan op mijn lage watermerk en ik klik op de rechtermuisknop. En hier zeg ik dan, maak een werkpad. Je ziet nu een heel dun lijntje hier omheen. En dat komt omdat Photoshop er een pad van heeft gemaakt, een soort lijntekening. Kijk ik in het palet paden, dan zie ik daar hetzelfde verschijnen. Even terug naar mijn layers. Ben ik er nog niet? Ik ga nu naar Edit en dan zeg ik definieer deze custom shape. Die geef ik ook een naam, watermerk.
En nou gooi ik deze laag weg. Dan denk je, wat heb ik nou allemaal gedaan? Pad mag weg. Ja, gooi maar weg. Nou ben ik weer terug waar ik ben begonnen. En daarvoor gaan we hier naar deze rechthoek. Die houd ik ingedrukt, de Rectangle Tool. En onderin staat de Custom Shape Tool. Dat zijn de vrije vormen. Klik daarop. En dan krijg ik hierboven een contextgevoelig menu. Als ik nu klik op dit dingetje en ik rol naar beneden, dan zie ik daar opeens watermerk staan. Nou, dat is precies wat ik zojuist heb gemaakt. Dus in plaats van tekst is het nu een vorm geworden. Kijk ik hier even op dat wieltje dat hiernaast staat. Standaard staat het meestal op unconstrained, maar ik wil dat de verhoudingen altijd hetzelfde zijn en daarom klik ik hier aan Defined Proportions. Nou, als ik nu op mijn foto ga staan, ik druk de muisknop in, ik trek hem uit, ik krijg altijd hetzelfde effect, klein of groot, en ik kan het toepassen hoe en waar ik wil. Dat is mooi, maar dat is toch niet helemaal wat we net hadden, zul je misschien zeggen. Dat klopt. Het enige wat ik nu nog moet doen, is de stijl eraan toekennen die ik net heb gemaakt. Ik kijk in mijn stijlenmenu. Nogmaals, kun je dat niet vinden. Kijk dan even onder Windows bij Styles of die aangevinkt staat. En ik klik, als ik hier even de vinger op hou, dan zie je het, watermerk 3. En voilà, ineens kan ik alles voorzien van die stijlen van dat kenmerk. Ik selecteer even verschillende watermerken tegelijk met behulp van Shift. Ik pak deze en ik doe Shift. En ik heb nu datgene wat ik voor ogen had. Het grote voordeel van het werken op deze manier is dat je dit altijd kunt toe blijven passen. Als je het één keer hebt gemaakt, dan heb je het voortaan A in je stijlenkenmerk en B in je vrije vorm. Ga ik nu naar een andere foto, ook als ik Photoshop heb afgesloten en hem opnieuw opstart, dan kan ik hier onder de vrije vormen kijken. Dan staat hij hier onderaan weer nog bij. Ik trek hem gewoon hier overheen en ik klik op mijn stijl en ik heb keurig netjes op het moment dat ik hieruit klik het watermerk. Mocht je nou onverhoopt hier een andere kleur hebben, bijvoorbeeld rood, en ik doe dat verhaal nog een keer, ja, dan denk je, dat was niet de bedoeling. Maar je zult zien dat wanneer ik die stijl toeken, tjok, dat het niets uitmaakt. Want hij heeft nou eenmaal opgegeven dat de transparantie toegepast moet worden op dat watermerk. Dat was het. Het is even wat werk, maar je hebt er veel profijt van. Je kunt naderhand altijd toepassen waar je het maar wilt. En het ziet er ook altijd netjes uit. Heb je nog vragen? Laat het dan weten. En bij deze dank ik je hartelijk voor je belangstelling. En misschien tot de volgende keer. Ik had het al niet eens gecheckt. Wat is dit? Oh, een platte. Merci. Niet stoken.